krijgen. Dus even aan het checken. En hier staat, voor stoffelijke schade en vluchtmisdrijf riskeert je een straf van 15 dagen tot 6 maanden en een geldboete van 1600 tot 16.000 euro. Dat kan toch niet? Er waren zelfs geen slachtoffers. Ja, hier staat vluchtmisdrijf met stoffelijke schade. Oké, okay, maar bon, niemand heeft dat gezien, toch? Ja, maar wat als de politie dat wel te weten komen? Dat daar dus wel camera's hangen. Moet jij zo gefakt zijn? En als je zegt dat jij achter het stuur zat? Vind je? Ja, maar je gaat toch niet luisteren. Misschien toch nog eens proberen via de broers? Succes, hè. Ik weet dat ik het al heb gevraagd, maar zou je misschien toch eens kunnen proberen? Sorry, ik denk echt niet dat ik kan helpen. Skip, man. Laat hem gewoon even, oké? Okay?